andere kwestie die in Rotterdam speelt is de Kuip. Rotterdam wil graag een nieuwe Kuip. Meneer Karakoes, hoeveel gemeenschapsgeld mag naar die nieuwe Kuip? Kijk, ik vind niet dat je discussie daarover moet gaan voeren. Waar de discussie om zou moeten gaan, wat voor bijdrage levert straks een Kuip? Of het een nieuwe Kuip wordt of renovatie. Daar moet je op dit moment ook, denk ik, vanuit de gemeente nog niet mee bemoeien. We hebben nog geen concrete vraag gekregen vanuit de Feyenoord-familie. Maar wat u betreft, PvdA Rotterdam, hoeveel geld mag er naar een nieuwe gerenoveerde of nieuwe Kuip? Ja, je moet het over geld hebben. Want het belangrijkste is van, je moet nu ook niet zeggen van, dat is een bedrag wat we als gemeente over hebben, voor over hebben. Wat je moet doen, is zeggen van, wat ligt er aan plan op tafel? Er ligt nog geen plan. Tweede is, wat is het risico van de gemeente? Dat weten we niet. En derde is van, wat voor bijdrage levert het voor de omgeving en voor het gebied en voor de stad Rotterdam? Meneer Eertmans, mag geld, gemeenschapsgeld naar de nieuwe Kuip? Het moet juist wel gaan over gemeenschapsgeld natuurlijk. Er lag een idioot plan van 160 miljoen gemeentelijke garantie. Bij de eerste was de Partij van de Arbeid voor. Dat heeft Leefbaar Rotterdam geblokkeerd. Dat weet je dankzij... niet. Dat weet... Nee, maar dat was de garantie die wij, zouden afgeven. Maar, en het risico dat we daarmee zouden lopen. Het punt is... Overheid, nee, maar de overheid die zich bemoeit met een voetbalstadion, dat moet heel gereserveerd zijn natuurlijk. Het is belastinggeld van alle Rotterdammers. Prima als er een nieuw stadion komt of een gerenoveerd stadion. Er liggen nu voorstellen overigens op tafel, blij daarmee, dat er geen gemeenschapsgeld nodig is van de Rotterdammers. En wat u prima. Betreft, wat mij betreft, nee, tenzij. Absoluut. Nee, maar, kijk, wat er gebeurd is, van jammer dat Leefbaar Rotterdam en D66 achter schermen een afspraak gemaakt hebben en Rotterdams voor de gek hebben gehouden. Nou, we hebben de Rotterdammers gered, hè? Ik had liever dat we die discussie in de Raad hadden gevoerd. Die discussie durft u niet aan. En dan pas, ik zat nog niet in de Raad, dus dat was dan, niet mogelijk. Dan pas, nou, uw fractie wel. Ja. Dan pas hadden we kunnen achterhalen van wat nou de bijdrage van Partij van de Arbeid geweest zou zijn. We waren daar heel kritisch op en we zijn nog kritisch op. En ik dacht dat u die garantie ondersteunde van 160 miljoen. Maar we hebben die discussie in de Raad niet gehad. En daar was u toch voor, of niet? We hebben daar heel veel, als college hebben we gezegd van de risico's die op tafel liggen, vinden we acceptabel. Maar goed, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Wij gaan even verder met twee grote...